Het is heel zwaar. Er komt de luchtvochtigheid, is heel laag. Dus rond de 28-30%. Dus ijs glijdt niet echt, dus je moet meteen werken. En er zat een heel na windje. Van dat rechte stuk en die bocht daar, dat moet je echt werken. Dat kon je merken, hè? Van 34-2 naar 34-7 en dan weer terug naar 34-3. Dat is gewoon elke keer dat beetje wind waar je rijdt. En je rijdt ook elke keer, probeer zoveel mogelijk in gaal te rijden. Ja, en op een gegeven moment wordt het gewoon heel moeilijk. En je wordt toch een beetje moe. Dat is een beetje logisch op deze afstand. Hoe was je vooraf? Hoe bedoel je? Qua zenuwen. Oh, wel goed. Ik heb niks te verliezen. Ik kan hier alleen maar winnen. Kijk, dat ik mee mocht doen, vond ik al heel mooi. Kijk, je bent toch in principe een marathonrijder. En dat je dan bij die toch sterke jongens van de Kermeloe tussen rijdt. Dat was voor mij eerst al een hele opgave. En toen heb ik me voorbereid hiervoor. Nou, en maak je net wat aan doen. Ik ben hier gewoon vreselijk tevreden mee. Jammer was voor jou dat je dus in het tweede paas start. Want je hebt geen idee wat je tijd betekent. Nee, maar voor zou je nog deze tijd moet rijden. En je rijdt dan in het begin een keer rondje 34-7. Dan ga je jagen. En dan kun je ook kapot rijden. Dus ik ben gewend alleen te rijden. Dus we hopen er het beste van. Heb je iets van de sfeer kunnen meekrijgen? Want je bent nu ongeveer de helft van de mensen hier achter ons, hè? Ja, dat rijdt wel. Dat merk je wel, ja. Ik reed al echt ontspannen en ik hoorde echt alles. En ik kon ook de informatie van de kant kreeg goed mee. Dus volgens mij zat er niet meer in. Hoe ga je nu de rest van deze dag doorbrengen? Eerst rustig uitrijden en dan kijken. Ik kan niet meer doen. En iedereen die harder rijdt is sterker, dus die heeft recht om voor me te eindigen. Maar je voelde je sterk, want alles bij elkaar, ondanks die wisseling in tijd af en toe met die wind, heb je vrij egaal gereden. Ah, ik kan me elke keer dwingen om weer een arm erbij te pakken, om weer toch aan te zetten. En ik denk dat vlakke race, dat ze moeten vanaf het begin gewoon harder rijden, anders kun je heel weinig tijd meer pakken, denk ik. Dat die heel vlak is. Hoe heb jij je afgelopen dagen kunnen gedragen in het Olympisch dorp? Want je kwam heel laat, als een vreemde eend in de buiten, of ging het? Oh, dat ging wel. De medische staf die vangt je goed op. En het is maar 3 dagen en je traint wat en je doet wat. Het zijn allemaal sporters en dat maakt niet veel uit. Vind je dat Olympische Spelen zijn voor jezelf? Nee. Ik vind het wordt door de media enorm opgeblazen altijd. Het is gewoon een wedstrijd en er hangen 5 ringen bij in kleuren. En dat wordt Olympische Spelen. Maar de sporters die zijn altijd gelijk. De prestaties zijn gelijk en elke sporter wil winnen. Alleen hier is denk ik commercieel meer uit te halen als je een medaille haalt. Dat is alleen het enige voordeel. Wat denk je daar ook aan? Tijdens de rijden? Nee, echt niet. Daar heb je echt geen tijd voor. Jij stelt wel snel, hè? Want je hebt ineens een rondje uitgereden. Nou, we hebben weer een bankje gezeten. En wanneer ga je naar huis? Ik geloof dat we morgen met z'n allen gaan skiën. Nou, dan zie ik wel wanneer ik ga. Ik moet maandag weer naar het werk, dus plichtgroep weer. Terug naar wat gewoon is. Terug wat gewoon is. Dankjewel, Robert.